Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden als je goed kijkt ook een enkele opklaring boven de Noordzee. Maar die opklaringen gaan ons niet of nauwelijks bereiken. We hebben vandaag te maken dus met heel veel bewolking en ook met hoge temperaturen, 12, 13 graden maar liefst. Daarbij waait de stevige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6 vanochtend en vanmiddag nog iets toenemend naar windkracht 7 aan zee. Temperaturen blijven hoog en er blijft van tijd tot tijd regen of motregen vallen, vaak is het heel licht. 11 tot 14 graden, maar liefst vanmiddag. Vanavond wordt het op wat meer plaatsen droog, maar dat is tijdelijk, want in de loop van de nacht gaat het opnieuw regenen. En de temperaturen blijven hoog, met zowel vanavond als vannacht 11 graden. Morgenochtend stevige regenval, ook dan 11, 12 graden. Daarna wordt het vanuit het noorden droger, breekt de zon door en gaat de temperatuur dalen. Morgenmiddag is het een graad of 9. En ook morgen is veel wind. Zaterdag gaat het nog harder waaien. Stormachtig aan zee, langs de noordkust, kleine kans op een westerstorm. Verder temperaturen van 6 tot 8 graden, stevige buien met onweer en ook hagel. Zondag is het grotendeels droog en vooral ochtend schijnt dan af en toe de zon. Maandag regent het weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl